Hey, welkom bij Bewegende Bart. Normaal gezien bied ik jullie elke dag 10 minuutjes spierversterkende oefeningen aan. Vandaag gaan we dat uitzonderlijk niet doen. Vandaag gaan we eventjes focussen op onze ademhaling. Want ademhaling wordt vaak onderschat en heeft wel degelijk een groot effect op je gezondheid en op je lichaam in het algemeen. En dat heeft te maken met het zogenaamde parasympathische zenuwstelsel. Dat deel van ons zenuwstelsel heeft te maken met alle processen die in verband staan met tot rust komen en kalmte. En het is zo, wanneer je niet rustig bent, dat je ademhaling automatisch zal versnellen, dat je hartslag zal verhogen. En daarbij horen nog een aantal andere dingen die automatisch gebeuren, zoals je bloedvaten die wijder zullen worden en meer bloed zullen laten vloeien wanneer je in actie moet komen, bijvoorbeeld bij een training. Maar het omgekeerde is ook waar, wanneer je tot rust komt, dan zal je hartslag automatisch vertragen. Daarvoor hoef je niets te ondernemen en daar zorgt dus je parasympathische zenuwstelsel voor en zal ook je ademhaling vertragen. En we hebben daar zelf ook een invloed op en je kan zelf tot rust proberen te komen door actief oefeningen te doen en te leren om ademhalingen te doen, vooral met de focus op het uitademen. Wij gaan dat dan ook vandaag eventjes samen doen. Als je graag nog een andere training wilt doen, dan kan je die gerust terugvinden hieronder op het kanaal op Bewegen met Bart. We gaan het samen doen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor deze oefeningen mag je rustig plaatsnemen op een stoel. Ga comfortabel zitten. Mooi rechtop. Schouders achteruit. Mooie rechte rug. En dan gaan we gewoon de handen op de benen plaatsen. En gaan we gewoon ademen door de neus naar binnen en door de neus naar buiten. Dat gaan we 10 keer doen. Je mag bij deze oefeningen gerust je ogen sluiten. En je mag altijd proberen om te tellen tot 3. Bij elke inademhaling en elke uitademhaling. En uit. In. En uit. In. En uit. In. Laatste keer in en uit. Oké. Adem weer even ontspannen. Normaal. Dan gaan we nu hetzelfde doen. Diepe ademhalingen. In door de mond. In door de neus, excuseer. Uitblazen door de mond. Rustig uitblazen door de mond. Nog 3 keer. Heel goed. Door bewust te ademen krijgen we ook meer zuurstof in ons lichaam. En zuurstof is heel belangrijk voor ons lichaam. Heeft een heel belangrijke functie in ons metabolisme. We gaan nu onze handen op de buik plaatsen. En dan ga je proberen bij elke inademhaling je buik bol te laten worden. Dus een buikademhaling te doen. En als je uitademt, wordt je buik weer dunner. Dat gaan we 5 keer doen, dus nog 4 te gaan. Uitblazen mag ook door de mond nu.
keer. De laatste. Oké, ontspan weer even. Dan gaan we nu een diepe inademhaling doen en even de adem inhouden. Even de adem inhouden als de lucht in de longen is, niet te lang, 5 seconden ongeveer, en dan mag je uitblazen. Oké. En rustig uitblazen. Dat gaan we 5 keer doen. Rustig uitblazen. Nog 2 keer. Laatste keer. En uitblazen. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar ook ademhaling is eigenlijk een training van spieren, borstspieren en rugspieren. Dat zijn de spieren die moeten werken om onze borstkas te vergroten. En daardoor wordt de lucht automatisch binnengezogen via onze neus en onze mond. Volgende oefening ga je actief in en uit blazen en snuiven met je neus. Dus je mond is dicht en je gaat 10 keer actief kort in- en uitademen door de neus. Zo dus. En rust. Adem even rustig aan. Dan gaan we nog 2 keer zo doen. Snel in- en uit snuiven door de neus. En ja. Oké, een paar keer rustig in- en uitademen. En dan gaan we het nog een laatste keer doen. En dan is 10. Heel goed, we gaan nu nog 3 keer rustig in- en uitademen. Normale, ontspannen manier. Oké, heel goed. Dat was het voor de ademhalingsoefeningen voor vandaag. Ik hoop dat je er iets mee bent. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Heel goed idee om dit af en toe te doen. Ook na de workout eventueel af en toe nog eens herhalen. Kan zeker helpen om je rustiger en ontspannen te voelen. Ik zie je heel graag terug in een nieuwe video morgen.